Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 augustus. Het is een bewolkte en regenachtige dag vandaag. Tot nu toe is er al op sommige plaatsen in het westen van Nederland. zo'n 10 mm water gevallen. En er gaat nog meer bij komen. Want op de satellietfoto kunnen we duidelijk zien. dat er veel bewolking in onze omgeving aanwezig is. En dat niet alleen. Ook stroomopwaarts is er nog steeds veel bewolking aanwezig. Met andere woorden, vanavond en vannacht verandert er nog weinig. Hoewel het wel af en toe wat droger zal worden. Maar momenteel dus veel regen. en ook motregen. Motregen die we op deze radar niet eens zo goed kunnen zien. Want als we naar deze radarbeelden. Kijken, ik kan u vertellen dat er op meer plaatsen momenteel neerslag valt. En zoals gezegd, vanavond en vannacht blijft er ook nog wel wat van die regen vallen. De temperatuur die ligt zo rond de 15, 16 graden. Maar zal vanavond wel iets gaan toenemen. Het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. Verder dus veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En dat geldt ook voor vannacht. Dan wordt het langzaam maar zeker wel wat droger. Temperaturen die blijven vrij hoog voor deze nacht. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Afgelopen nacht overigens kwam het bijna tot vorst aan de grond in het Oosten van het land. De temperatuur die kwam precies uit op 0 graden op het vliegbasis in Twente. Nou, komende nacht is daar absoluut geen sprake van. Met die zachte lucht die over het land gaat. Morgen, dan gaat het langzaam maar zeker beter worden. Met de nadruk op langzaam, want morgenochtend is het nog wel bewolkt. Maar in de loop van de dag vanuit het westen steeds meer opklaringen. En ik denk dat de middag er heel aardig uitziet: in eerste instantie in het westen, maar later ook in het oosten. Temperaturen lopen dan op, naar zo'n 21 tot 24 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Het weekeinde verloopt licht wisselvallig. Met toch wel vrij veel bewolking. Maar zo af en toe kan ook de zon doorbreken. Ik denk dat de geschetste plaatjes hier misschien iets uh, bewolkter zouden mogen zijn. Maar goed, we hebben een mix van wolken en zon aangegeven. Ook kan er een enkel buitje vallen, met name in het noorden van het land. Temperaturen die liggen over het algemeen zo rond de 21 graden. Vanaf maandag gaat de wind draaien naar een meer oostelijke richting. En dat is goed nieuws voor de mensen die van warm Warmere lucht houden, want er wordt dan warmere lucht aangevoerd. En dat gaan we de dagen erna merken. Want vanaf dinsdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden in het midden en zuiden van het land. Daarbij is het ook zonnig en het blijft overal droog. In het noorden van het land net geen 25 graden, maar ook daar prima weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.